Vooral als je in, op drukke plaatsen gaat, hè. Doe je tas af, zet hem voor. Wij zeggen altijd snel gezien is snel gejat. Meerdere fietsers werden in november en december in het park beroofd. Handhavers en zogenoemde buurtvoorlichters delen daarom vandaag fietslampjes, fietskrathoezen en speciale sleutelhangers uit. Daar kan je sleutelbos op zetten, maar daar kan je ook je tas mee vastklippen. Het gaat erom dat, dat de spullen gewoon veilig en goed vast zitten. Ook zijn er extra handhavers ingehuurd die 's nachts door het park lopen. Toch vinden veel buurtbewoners dat niet ver genoeg gaan. Zij willen dat er meer verlichting komt in het park. 'S Avonds als het donker is, fiets ik niet door het park. Dan ga ik over de postjes weg. Zeker niet alleen, met z'n tweeën durf ik dat nog wel. To see where I'm going and what's ahead of me just gives me a sense of safety. And it also feels like it scares shady business and people away if there are lights around. Er kan altijd wat zijn, je weet het nooit van tevoren. Dus het is eigenlijk meer dat, hè, het gevoel van veiligheid. Dat dat door meer licht verhoogd zou kunnen worden. Umver wijst erop dat er dit jaar, waarschijnlijk vanwege de extra handhavers, geen straatroven meer zijn gebeurd. Daarnaast zijn de doorgaande fietsroutes in het park wel gewoon verlicht. Maar je wilt niet het hele park verlichten, want er leven hier ook gewoon dieren. Sommige dieren hebben ook nachtrust nodig, nou, anderen gaan op jacht. Het is maar wat er nodig is. Maar de ecologische waarde, daar die rekening mee te houden. En eerlijk gezegd gaan we er ook vanuit dat de doorgaande wegen, dat daar nog 's nachts wel gebruik van wordt gemaakt. Maar diep in het park, rond het late tijdstip, daar verwachten we ook niet dat veel bewoners hier nog rondhangen. Het park wordt overigens wel gerenoveerd. Daarna kijkt de gemeente, zoals altijd na een renovatie, of de verlichting nog voldoet.